februari 94, zeg ik, bij Wasteren, hadden we 4 wagens en al, ik weet niet hoeveel. Mijn vader is altijd chauffeur geweest. Een tijd als wij dan uit school gingen, in de vakanties reden we altijd mee, om beurten met mijn broer. Mijn vader reed altijd buitenland ook, Duitsland, Engeland, we wisselden dan af. En zo is die passie eigenlijk begonnen, voor zelf chauffeur te worden. En 24 jaar geleden heb ik dan hier gesolliciteerd bij Van Moer en dan mocht ik beginnen. En doe het altijd even graag. Dus. Mijn vader had me wel leren rijden, maar ja, dat is niet gelijk dat je zelf moet alles leren. Ik had wel mijn rijbewijs, maar ik had ook totaal geen ervaring. In het begin dat ik hier werkte, kende ik totaal niks. De haven van Antwerpen, daar, ik wist nog geen één kou zijn. Dus in het begin is die de eerste dag zelfs meegereden, voor alles eens uit te leggen. Dus op dat gebied is dat wel een pluspunt dat je dat wel mocht leren hier ook. En dat je dat kans kreeg om dat te leren. En zo leerde ik wel zelfstandig zijn. Hè. Overlast kregen we een bericht dat we 5 modellen mochten kiezen van een vrachtwagen. En daarmee mocht iedereen zijn keuze maken en zijn de wagens besteld. Een Volvo, hè? Je ziet. Dat is ook, ook dankzij mijn vader eigenlijk. Die heeft ook altijd, die firma waar hij vroeger reed, ook al, die had allemaal Volvo's. En van kleins af reden mee. Dus we worden eigenlijk ermee grootgebracht ook. Hè.